Als ik de coördinaat heb van de snijpunten met de x-as en ik heb de coördinaten van een derde punt, dan kan ik de vergelijking van de parabool door die drie punten opstellen. Hiervoor maak ik gebruik van de vergelijking y is a keer x min s keer x min r. Nou, de snijpunten van een grafiek. Ik weet van de snijpunten dat als x gelijk is aan s of x gelijk is aan r, dat de y-waarde 0 is. Nou, in dit voorbeeld heb ik de snijpunten 1,0 en 5,0. Dat betekent dat de waarden van s en van r gelijk zijn aan 1 en 5. Want als x dan gelijk is aan 1 of aan 5, dan komt er een waarde van 0 uit voor y. Dus ik kan invullen y is a keer x min 1 keer x min 5. Verder weet ik dat het punt 3,4 ook op de parabool ligt. Nou, 4 dat is de y-waarde, dus die vul ik in op de plaats van y. En 3 is de waarde van x, die vul ik in op de plaats van x. Dan krijg ik 3 min 1 keer 3 min 5. Dat wordt 4 is a keer 2 keer min 2. Dat betekent 4 is gelijk aan min 4 keer a. Dat betekent a is gelijk aan min 1. Dus dat betekent dat de parabool door de drie punten gelijk is aan y is min 1 keer x min 1 keer x min 5. Als ik dan de haakjes uitwerk, dan vind ik y is x keer x is x kwadraat keer min 1 is min x kwadraat. Min x keer min 1 is plus x. Min 5x keer min 1 is plus 5x. Min 1 keer min 5 is plus 5 keer min 1 is min 5. En dat is gelijk aan min x kwadraat plus 6x min 5.